Ja, goeiedag, welkom weer. We gaan verder met het onderwerp van de doop. Vorige keer heb ik u laten zien wat de doop voor het volk Israël betekent. De doop met water, dat heel duidelijk heeft te maken met het priesterschap van het volk Israël. Maar ook dat wij, het lichaam van Christus, dus niets met de waterdoop te maken hebben, maar puur de doop door de Heilige Geest. Dus dat is, om zo maar te zeggen, een droge doop. En het heeft alles te maken op het moment dat u gelooft. Op dat moment wordt u in dat lichaam van Christus gedoopt. Ik wil met jullie even gaan kijken. Paulus zegt dus over de één doop. Hè? En we zijn door de Heilige Geest gedoopt. Dus we zijn er. We hebben geleerd dat dat dus de doop door de Heilige Geest is. Maar, oké, dat weet u dan. Maar wat houdt nou exact die doop nog precies in? Want we komen teksten tegen. Hè? De doop in Christus bijvoorbeeld, de doop in zijn dood. Nou, laten we dan even kijken naar Matteüs 20, wat de Heer Jezus zelf daarover zegt. In Matteüs 20, vers 22. Matteüs 20, vers 22. Let op. Dan zien wij. Maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. Nou weet ik niet of u de Statenvertaling in uw handen heeft. Maar als u die niet heeft, dan merkt u dat daar dus een heel belangrijk vers is weggelaten uit uw Bijbel. Namelijk: en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word. In het volgende vers zien we dat ook. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmede ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zit er tot mijn rechter en tot mijn linkerhand enzovoort enzovoort. Hier ziet u ook weer: en met de doop waarmede ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Dat is toch niet niks, wat dat gewoon weggelaten is. Want het is namelijk zo belangrijk. Want waar praat de Heer Jezus hierover? Kunt gij met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Ja. Toen de Heer Jezus dit zei, was hij wel door Johannes de Doper gedoopt inmiddels met water. Dat kunt u in Matteüs 3, in het begin van de evangelie, kunt u dat zo lezen. Dat de Heer Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt. En dan zegt hij tegen hun: maar kunnen jullie met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Nou, dat is toch apart dat hij dat zegt. Want hij is al gedoopt. Dus waar spreekt hij hierover? Nou kijk, als we in hetzelfde hoofdstukje kijken, in vers 18, wat zegt hij daarvoor? Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen en te derde dagen zal hij weder opstaan. Dus de Heer Jezus zegt hier dat ze zullen hem ter dood veroordelen. En dat is precies waar de Heer Jezus Christus nu over spreekt. Kijk met mij mee in Lucas 12, vers 50. Dat maakt het nog duidelijker. Lucas 12, vers 50. Wat zegt hij daar? In vers 49. Ik ben gekomen om vuur op aarde te werpen. En wat wil ik indien het alreede ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. Dat vuur, voordat er komt, zegt hij, eerst moet ik met een doop gedoopt worden. Ik moet eerst, zeg maar, lijden voor zijn volk. Hoezo? Dat is namelijk die doop waar hij over spreekt. Kijk, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Hoe word ik geperst, ja? Hoe bang, hoe angstig ben ik? Dat is als ik geperst ben. Ben ik geperst. Totdat het volbracht zij. Wat volbracht zij? Dat hij aan het kruis geslagen wordt. Ik moet met een doop gedoopt worden. U ziet, hij spreekt hier over de toekomst. Hij moet nog gedoopt worden. Terwijl hij al gedoopt was door Johannes de Doper. Met water. Maar duidelijk is, waar ziet Christus nou zo tegenop als mens zijnde, ja? Dat hij daar aan het kruis geslagen wordt om te sterven voor de mensen. En voor zijn volk. En hij weet wat dat zal zijn. Dat is verschrikkelijk. Wat wij gelovigen gelukkig nooit zullen meemaken. Maar hij was niet voor niets. En wat zien wij in de Hof van Eden? Dat hij zweette
bloeddruppels. En hij ging naar het kruis in het geloof. Dus hier zien wij dat als hij spreekt over die doop, spreekt hij over zijn dood aan het kruis. Dus nogmaals, als iemand zegt doop, denk niet gelijk water. Want dit is ook een doop. Die spreekt niet over water. Die spreekt over zijn dood aan het kruis. Ga maar met me mee naar Romeinen 6. Dus als Paulus zegt, de één doop, er is nu één doop. Wat bedoelt hij dan? Dat hebben we gezien door de Heilige Geest. Die doopt ons in dat lichaam. Maar wanneer worden wij in het lichaam gedoopt? Als wij geloven dat Christus voor mijn zonde gestorven is. Dat hij gekruisigd is, gestorven voor mij aan het kruis en is opgestaan. Dat moet ik geloven. En op dat moment word ik in het lichaam van Christus gedoopt, word ik in hem gedoopt, in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen, ik word geïdentificeerd, wat is een identificeren? Identiteit, je hebt je paspoort en je pasfoto en dat is jouw identiteitskaart of document. En daar ben jij één mee. Ze kijken, ja, jij bent die persoon, je bent één. Dus je identificatie, het bewijs dat jij het bent, het identificatie. En dat is wat met Christus ook zo is. Lees in Romeinen 6, lees nu met dit in uw hoofd. Niet water altijd automatisch. Maar lees nu, zoals Paulus zegt, dat er is nu één doop. De doop door de Heilige Geest. Nou, hij zegt in vers 3, of vers 2, nou ik lees vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Wij zijn der zonde gestorven, wist u dat? Al onze zonden. En hoe kunnen wij daar nog in leven? Inderdaad, wij leren dat juist in het hoofdstuk 6, Romeinen, de doop in zijn dood, dat wij zijn voor altijd zijn wij vergeven van onze zonden. En dan ga je zien als je begrijpt wat die doop is. En dan zegt Paulus, ja, wij zeggen, ja, al je zonden zijn vergeven. Dan kan je wel maar aanleven. Natuurlijk niet. Een iemand die aan de alcohol verslaafd is, die geopereerd wordt, een nieuwe leven krijgt. Stel je voor, hij gaat daarna weer als een alcoholist verder leven. Is dat iets waar je zegt, dat, nee, natuurlijk niet. Dat zouden wij nooit accepteren. En zo accepteer je dat ook van een gelovige natuurlijk niet. Als die al zijn zonden zijn vergeven, dat hij natuurlijk ook in de nieuwheid des levens gaat leven. Maar hoe kan je dat doen? Dat is, als u begrijpt, de doop in zijn dood. Kijk maar, Paulus zegt, hoe zullen wij nou, als wij aan de zonde gestorven zijn, daarin leven, in die zonde gaan leven? Weet gij niet, zie je? Weet gij niet, u moet iets weten. Dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn in Christus Jezus gedoopt, zegt hij. Op het moment dat u ging geloven, heeft de Heilige Geest ons in het lichaam gedoopt. Hij heeft ons in Christus Jezus gedoopt. Maar denk nou niet dat dat met water gebeurd is. Vele weken nadat u geloven bent geworden, en misschien dat u, ja, ik zeg het voorzichtig, want ik wil niemand beschadigen of pijn doen of kwetsen. Maar ik weet, wat ik ervan weet, is dat, ja, daar komt ook een voorbereiding aan te pas. En dan op een gegeven moment maak je de keus en dan ga je voorbereiden en dan worden we met water gedoopt. Ik heb dat één keer gezien, dat is een hele ceremonie, een mooie ceremonie. Ja? Maar hier zien wij, Paulus zegt nee, als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn wij in zijn dood gedoopt. Op het moment dat u Christus als uw verlosser vertrouwde, bent u op dat moment in Christus gedoopt en in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven, niet als hem begraven. Wij doen het niet na, nee, wij zijn met hem begraven, maar samen met hem. Nou moet u weer denken aan die identiteit. Ziet u wel, die identiteitskaart. U bent één daarmee. Wij zijn in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen, wij zijn één gemaakt in zijn dood. Op het moment dat hij stierf daar aan het kruis en je gelooft in hem, heeft hij, kijk, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens
wandelen zouden. Ziet u wel, wij zijn met hem begraven. Dus we zijn één met hem. Ik zit in de pakketvloer en ik moet wel eens lijm mengen. Dan gooi ik een verharder bij. En dan ga ik het met de mixer mengen. En dan zie je, eerst zie je, het zijn er nog twee componenten. Daarom heet het ook twee componenten. Maar eenmaal is het gemengd, dan wordt het hard. Is het één component, is het één massa. Ik zie helemaal geen... Het is gewoon egaal geworden. Het is niet meer twee componenten die ik zie qua kleur. Het is helemaal gemengd. Het is helemaal een eenheid geworden. En dan wordt het helemaal hard. Is het één bonk. En dat is nou precies de doop in zijn dood. U bent toen u geloofde volledig met hem één gemaakt. Geïdentificeerd met zijn dood. En ook met zijn opstanding. Kijk maar. Want indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Ziet u, wij zijn gelijk met hem gemaakt. We zijn één plant met hem. Hoezo één plant? Omdat wij weer opstaan. Dus als je zaad zaait, dat sterft. En dat gaat, dat is de opstanding, dat gaat bloeien. Wij ook, we zijn één plant gemaakt, want er staat er, in de gelijkmaking zijn ze dood, zo zullen wij het ook zijn, in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dus u ziet, het is allemaal gelijk. We zijn een eenheid geworden. En die kunt u nooit bereiken door het te gaan versymboliseren met water. Een symbool is nooit zo krachtig als de werkelijkheid zelf. En wij spreken hier over een werkelijkheid. Wij zijn met hem begraven. Niet als hem, maar met hem. Hoe kan dat nou? Hij is toen toch begraven? 2000 jaar geleden. Hoe kan ik nou met hem begraven zijn? Dat is onmogelijk. Hij lag er alleen. Klopt. Maar God heeft ons door de geest, toen wij geloofden, totaal geïdentificeerd met zijn dood. En met zijn opstanding. Met andere woorden, hij is opgestaan uit de dood en hij leeft in vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Christus, wij zijn met hem ook één gemaakt in zijn opstanding. Zal Christus ooit nog sterven? Antwoord is nee. Zal ik ooit sterven? Nee. Als ik ooit sterf, dan betekent dat Christus sterft. En dat is onmogelijk. Ziet u wel dat ik ben echt in nieuwheid des levens opgestaan? Want dat hij gestorven is, vers 10, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, wij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dat is tegenwoordige tijd. Niet zolang je maar goede werken blijft doen. Niet zolang je maar goed je best doet. Nee, mijn positie, dat is dat ik ben dood voor de zon. Hij zegt, houd het daarvan, want u voelt u ook wel eens anders natuurlijk. Dat je denkt, nou, want wij leven nog in het lichaam der zonde. En wij zondigen natuurlijk nog steeds. Dat gebeurt. Maar dan zegt hij op dat moment, houd het daarvoor dat je voor die zonde dood bent. Want waarom? Maar dat gij Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Net zoals Christus dood voor de zonde is. Hij is opgestaan uit de dood en leeft voor God is, bij hem is. Net zo dood zijn wij nu ook voor de zonde en net zo levend. Wij zijn volledig aan hem één geworden. Daarom zegt hij ook het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij het lichaam. We zijn volledig één met elkaar. Nou, er is nog veel meer over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Romeinen 6 wil ik misschien een andere keer nog wel uitleggen. Ik wil nog even de doop in de brieven van Paulus doornemen. Galaten 3 vers 26. Om te nog even dit erbij te pakken, dat het heel duidelijk wordt voor ons. Galaten 3 vers 26. Wat zegt hij daar? Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Simpel. Door het geloof in Christus Jezus ben ik een kind van God. Nou, we weten, niet iedereen gelooft in Christus Jezus zoals je moet geloven. Ja? Dat hij heeft, sorry, hij heeft bestaan, hij heeft op de aarde gewandeld. Maar in de evangelie heeft hij gewandeld. Maar hoe word je zalig, weet u dat? Paulus zegt het tegen ons, hè, door het geloven dat hij aan het kruis voor u gestorven is en is opgestaan. Door dat geloof zijn wij kinderen van God. Geloof in Christus Jezus. Maar dan zegt hij in vers 27, dan gaat hij dat verklaren. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt,
hebt gij Christus aangedaan. Wat staat hier? Zoveel als gij met water gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan? Het staat er niet. Dat staat er niet. Er staat hier, als gij in Christus gedoopt zijt. Denk aan Romeinen 6. Denk aan 1 Korinthe 12, vers 13, door de geest gedoopt. Denk aan Paulus zegt, er is één doop. Wij zijn in Christus gedoopt. Wij zijn in hem gedoopt. In zijn dood. En opstanding. En op dat moment heb ik Christus aangedaan. Ziet u wel, hoe mijn identificatie met hem? Door het geloof alleen. Meer niet. Daarin is nog Jood, nog Griek. Ziet u wel? Hier heb je het, ziet u wel? Het heeft weer met het lichaam van Christus te maken, niet met Israël. Door die doop in zijn dood, in Christus, ja, dat verklaart vers 27, heb ik op dat moment Christus aangedaan. Dat zegt hier eigenlijk, het geloof in Christus Jezus, dat is, dan ben ik in Christus gedoopt. Op het moment dat ik geloofde, ben ik in Christus gedoopt. In zijn dood, vooral in zijn dood, en in zijn opstanding natuurlijk. En toen heb ik Christus aangedaan. En daarom zeggen we ook, ik ben in Christus. Nou, wanneer is dat? Op het moment dat u geloofde. En als wij geloven dat dat met water moet gedaan worden, dat betekent dus dat u pas eigenlijk in Christus bent, nadat u dus met water bent gedoopt. Als u gelooft dat dat met water is, dat betekent dus dat u pas in Christus bent, nadat u met de waterceremonie hebt ondergaan. Dus als u bijvoorbeeld, u gelooft en u bent, ja, ik noem wat, een jaar daarna bent u gedoopt met water, vanaf dat moment heeft u pas Christus dus aangedaan. En dat staat hier niet. Het staat hier op het moment dat u geloofde in vers 26. Door het geloof in Christus Jezus ben ik in hem gedoopt. Dus dat is op één en op hetzelfde moment. En niet, daar kan geen ruimte tussen zitten. Dus dat is in een fractie van een miljoenste seconde misschien. Nou, daar kan nooit even gauw water tussen komen. Dat is onmogelijk. En dan zien we ook, Jood nog Griek, nog dienstbaar nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Ziet u, hebben die eenheid weer. Dan gaan we naar Colossense 2. Colossense 2. Dus Paulus is de apostel van de heidenen. En hij zegt dat wij, dat er is één doop. Dus wij zoeken in zijn brieven naar die ene doop. Dat hebben we nu een aantal teksten gedaan. En we zien ook dat de Heer Jezus zelf laat zien dat zijn dood aan het kruis de doop is waar hij over sprak. Zijn dood. En daarin zijn wij dus gedoopt. In Christus. In zijn dood. En in Colossense 2 vers 12, ik lees vers 11, vers 10. Gij zijt in hem volmaakt. Ja, wij zijn in Christus. Is Christus volmaakt? Ja. Ben ik dan volmaakt? Ja. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Ben ik dan het hoofd boven alle overheid en macht? Ben ik boven alle overheid en macht? Ja. Door die doop in hem. Mijn positie is onaantastbaar in hem. Ik ben in Christus. Ik heb hem aangedaan. Ik ben in zijn dood gedoopt. En ik leef met hem. Dood voor de zonde, levend voor God. Ik ben volmaakt. Dat is mijn positie. Ook al leef ik niet al te volmaakt, ik ben het wel. Want als ik het niet ben, dat betekent eigenlijk dat u dan zegt, ja, dan, dat betekent eigenlijk dat u zegt, ja, dan is Christus dus niet volmaakt. Als ik niet volmaakt ben, dan is Christus niet volmaakt. Maar ik ben in hem gedoopt. Ik ben volmaakt. Zijnde, of in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis, die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vlees door de besnijdenis van Christus. Wij zijn besneden die, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat weten we, een geestelijke besnijdenis. De besnijdenis van het hart. Wij zijn afgesneden van het leven. Dat was Christus aan het kruis. En wij met hem. En u ziet, dat is een besnijdenis zonder handen. Nee, ik ben fysiek niet besneden. De Jood wel. Maar ik niet. Maar wel geestelijk. De Heer Jezus was twee keer besneden. Eén keer fysiek en één keer geestelijk. En we zien in vers 13, als vers 11 dus geestelijk is, besneden met de besnijdenis zonder handen. En dan zegt hij vers 12, zijnde. Zijnde, wat staat er? Met hem begraven, niet door de doop, maar in de doop. Dus niet, denk eraan, denk dan niet gelijk aan water, maar in de doop.
Wij zijn geestelijk besneden. De doop is ook een geestelijke doop. Wij zijn met hem begraven. Niet letterlijk zo onder de grond, maar geestelijk in de doop, in zijn dood. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Ziet u wel? Ik ben met hem begraven in de doop en in diezelfde doop ben ik ook opgewekt. De geestelijke besnijdenis is dat je bent afgesneden, ja? Je bent dood, van het dood, afgesneden van het leven. Een dood. Maar de doop, ja, die gaat verder. Wij zijn begraven in die doop, eengemaakt in zijn doop, in zijn dood. Maar tegelijkertijd zijn wij ook met hem opgewekt. Anders hadden we nog steeds dood geweest. Maar Christus is opgestaan uit de dood en wij zijn met hem opgewekt. En wat staat er? Door het geloof der werken Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat betekent, ik ben levend voor God. Volmaakt in hem. Christus sterft niet meer. Ik ook niet meer. Met andere woorden, vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vlees, mede levend gemaakt met hem. Ziet u wel, het is allemaal op een moment, op één moment gebeurd. Toen u namelijk tot geloof kwam. Bent u met hem gestorven, met hem begraven en u bent met hem opgestaan en mede levend gemaakt met hem. Het is elke keer niet als hem, dat we doen het na, als hem, ik ben als hem begraven, ik ben als hem opgestaan, ik ben als hem levend gemaakt. Het is constant, nee, ik ben met hem begraven, ik ben met hem gestorven, ik ben met hem opgestaan, ik ben met hem levend gemaakt. Dat betekent met hem, dat is één. Ik ben hem, met hem één geworden. En dan, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden vergevende. Dus al uw misdaden heeft hij vergeven. En dat klopt, als waren wij ook nooit met hem opgestaan. En dat is onze positie, dat al onze zonden zijn vergeven. Er is meer over te zeggen, maar ik wil het niet te lang houden. Er zullen mensen zeggen, die zeggen, ja, maar ga met mij mee naar 1 Korinthe 17. En dat kan, ja, 1 Korinthe 1. En zullen mensen zeggen, ja maar Paulus die doopte toch ook? En dat zegt hij zelf ook, 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1 zegt hij in vers 14, ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Nou, als u kijkt naar Korinthe, en dan kun je kijken en dan zie je dat er mensen gedoopt werden. En hij heeft ook stokbewaarder heeft hij ook gedoopt, bijvoorbeeld in zijn gezin. Dat is inderdaad toen gebeurd. Maar alles wat Paulus gedaan heeft in het boek Handelingen. Daar ziet u het reisverslag van zijn apostolische reizen. Maar niet alles wat hij toen deed wil zeggen dat wij dat nu ook moeten doen. Want ik weet, hij heeft natuurlijk ook in tongen gesproken toen. Hij heeft ook genezen. En Paulus heeft wonderen gedaan. Paulus heeft met water gedoopt. Maar Paulus heeft ook Timotheus besneden. Weet u, en ik denk dat niemand van u zal zeggen dat wij ons ook nu moeten laten besnijden, fysiek. Maar bij Timotheus deed hij dat wel. En waarom? Als je dat leest, dat deed hij om de Joden willen. Vanwege het getuigenis. Het was in de begintijd. En Paulus ging de boodschap van genade overal verkondigen. En dat was natuurlijk een hele overgang voor het volk Israël. Want het volk Israël, God was niet meer met het volk Israël bezig. Maar daar hoorde de doop bij, dat weten we. De tekenen, de doop was ook een teken, hoorde bij het volk Israël. Joden begeerden een teken. 1 Korinthe 1 vers 22, daar zitten we nu. Daar staat het, overmits de Joden een teken begeerden en de Grieken wijsheid zoeken. Maar Israël, God is niet meer met het volk Israël bezig. En dat heeft hij niet in één klap gedaan, gezegd stop met Paulus. Paulus heeft hij in het boek Handelingen in het begin eerst altijd naar de Joden laten gaan, naar de synagoge om te laten zien, Israël is, God is nu gestopt met het volk Israël en hij is gegaan naar de heidenen. Maar het is net zoals u bijvoorbeeld met iemand een contract hebt. Als u dat contract beëindigt of stopt of uitstelt, ik noem maar wat, dan moet u toch naar die persoon toe met wie u dat gesloten hebt om hem daarvan op de hoogte te stellen, omdat er een aantal dingen veranderd zijn. Anders weet hij dat niet. En dan kan hij misschien alsnog deel uitmaken van dat nieuwe waar u mee bezig bent. Zo heeft God dat ook gedaan.
Israël is niet afgeschreven. Bij het kruis zijn ze gevallen, inderdaad. Nee, ik zeg het, sorry, niet, ik zeg het verkeerd. Ze zijn daar gestruikeld. Maar ze zijn pas gevallen bij de steniging van Stefanus. Maar dat wil niet zeggen dat het voor altijd is. Want God gaat zo meteen, als wij met deze bedeling der genade, als die afgelopen is, dan worden wij opgevoerd naar de hemel. En dan gaat God verder waar hij met Israël gestopt is bij de steniging van Stefanus. En dan zullen je al deze dingen weer zien. Want dan gaat het volk Israël, die zal dan zich alsnog moeten bekeren. En ja, dan zullen ze de Heilige Geest vangen of niet. En de een gaat dan naar het onuitblusselijk vuur. En de ander gaat het koninkrijk in. En dan zullen ook de doop zal weer volledig toegepast worden. Eerst op Israël, de gelovigen. En daarna zullen de heidenen, als gevolg van de grote opdracht in Matthäus 28... dan zullen de heidenen door de Joden gedoopt worden. En de heiden doopt geen heiden. Het zijn de Joden die dopen. En zo is het. En dat heeft alles met het plan van God te maken. Maar dat kunt u verder ook op de site bekijken. Of op andere studies. Dat wordt te veel. Ik hoop alleen dat u een beetje begrijpt waarom Paulus dus ook toen hij Timotheus besneed voor de Joden. Ja, dat deed hij voor hun. Niet omdat het moest. Zo heeft hij ook een tijd gedoopt. Ja? Dan ging hij de heidenen dopen. Om aan Israël te laten zien. Hé, wacht eventjes. Ook die tekenen die zien wij nu allemaal bij de heidenen. En die horen eigenlijk bij het volk Israël. Er is iets gebeurd. En dat gaat Paulus nu vertellen. Dat God is nu even met een ander programma bezig. Namelijk met de bedeling der genade en het lichaam van Christus. Nou, in die zin heeft hij dus wel een aantal mensen gedoopt. Maar ook weer niet zo heel veel als sommigen willen ons doen geloven. Hier zelfs zie je dat hij zegt van, nou ja, ik heb die en die gedoopt, verder weet ik het eigenlijk niet eens. Dat geeft ook al aan hoe onbelangrijk het ook was, eigenlijk die doop met water, omdat het daar niet over gaat. Want in de tijd dat hij ook Korinthe schreef, is ook gelaten geschreven. En dat hebben we net heel duidelijk gelezen, dat door het geloof in Christus Jezus zijn wij in hem gedoopt. Dus Paulus, en in dezelfde brief van de Korinthe lezen we ook dat wij door de Heilige Geest gedoopt zijn. En dan zie je later ook dat hij in Efeze zegt, er is nu nog maar één doop, omdat dan die tekenen zijn weg. Ook de doop met water is dan volledig verdwenen. En er is maar één doop overgebleven en dat is de doop door de Heilige Geest. En in vers 17 zegt hij ook, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En het evangelie wat hij verkondigt, niet wat Petrus verkondigt. Niet bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Want u gelooft nu Christus, dat is stierf voor uw zonde. Op dat moment ontvangt u onmiddellijk de Heilige Geest en heeft u vergeven van zonde. En er komt geen water aan te pas. Hij zegt ook, en dat evangelie ga ik verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Het kruis van Christus wordt verijdeld als wij dat gaan versymboliseren met doop van water. Niet met die wijsheid van woorden. Dan wordt de kracht uit het kruis wordt weggehaald, wordt het krachtloos gemaakt. Ik zei het net al, het origineel is altijd sterker en beter dan de symboliek. Het gaat om het origineel. Wij zijn niet met de symboliek bezig, maar met het origineel. En dan schrijven we ook dat de kracht van het kruis van Christus niet teniet gedaan wordt. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. De prediking van het kruis, daar gaat het om. De prediking dat Christus aan het kruis alles volbracht heeft, alles gedaan heeft, dat geeft een kracht. En de volgende keer zal ik dan iets meer over Romeinen 6 vertellen nog. Maar dat u gaat zien dat het gaat over de nieuwheid des levens. Want dat is de kracht van ons geestelijk leven. Dat u gaat begrijpen dat die doop niet een doop met water is, maar de doop in zijn dood. Dat u uzelf volledig dood moet houden. Dat die oude mens, ja, die ligt begraven. Die is dood. En die moet u ook daar laten. U moet nu in de nieuwheid des levens gaan wandelen. En dat gaat u ervaren als u die doop ook niet versymboliseert, maar het ook als een realiteit gaat zien. Dat gebeurd is op het moment dat u geloofde. En vanaf dat u dat moment in Gods ogen een nieuw schepsel bent. Wat voor werk u ook nog doet, of u gaat zondigen of niet, u blijft in hem volmaakt, omdat u bent de zonde gestorven door die doop in zijn dood.
Het is aan het kruis volbracht. En toen Christus zei, het is volbracht, hij stierf daar, door de doop in zijn dood hing ik daar. Zo één heeft hij zich met mij gemaakt, door voor mijn zonde daar te sterven. Ik hoop dat het wat duidelijker is voor u geworden. Lees de tekst nog een keer goed door. Breng het in gebed bij de Heer als u dat moeilijk vindt. Maar laat Gods woord de autoriteit zijn. En niet onze leerlingen of onze eigen wijsheden of wat anderen zeggen of wat ik zeg. Ja, ik geloof dat dit de waarheid is. Want Paulus zegt, ik verkondig u de waarheid van het evangelie. En dat is de waarheid voor ons voor vandaag. Zolang de bedeling der genade nog duurt, is hij de apostel voor ons heinen van het licht, die in het lichaam van Christus zitten. Voor hem zij de glorie. Amen.